Nou, dit weekend hebben we hier open atelierdagen. Zaterdag en zondag. Dan is de bronsgieterij te bezichtigen. En in de tuin rondom de gieterij heb ik dan mijn beelden opgesteld. Dit is Maasduinen Centraal. Wat is nou eens leuk aan bronsgieten? Oeh, daar vraag je me wat. Dit is een ambacht. Ik hou wel van ja, oudere dingen. Ja, maar van ambachten, zeg maar. Dus het is echt handwerk. Je komt het haas niet tegen, dus je doet eigenlijk ook wel iets heel aparts. Maak je eigenlijk door het werk in brons te kunnen gieten, moet je echt wel een interne opleiding ergens op een gieterij gedaan hebben. Je kunt het niet op een academie leren of zoiets. Dus ik heb eerst 12 jaar op een gieterij gewerkt. En nu zit ik hier alweer 32 jaar zelfstandig. Hey, en wat is nou leuker? Zelf vrije kunst maken of opdrachten werken? Zelf vrije kunst maken, dat is veel leuker. Dat doe ik het allerliefst. En ik giet hier ook voor kunstenaars. Dat is eigenlijk altijd mijn broodwinning geweest. 10 jaar tot 12 jaar geleden ben ik steeds meer mijn eigen beelden gaan maken. Dat sloeg goed aan en eigenlijk is die weegschaal nou heel aan die kant uitgeslagen. De open atelierdagen zijn hier zaterdag en zondag van 11 tot 5:30. En iedereen is natuurlijk van hartelijk welkom in Heukelum, in Afferden. En wat is nou het mooie aan het materiaal brons? Dat het een legering is van koper en tin die eeuwig meegaat. Het is gewoon, als je iets, een beeld ergens neerzet, dan weet je, over 100 jaar of 200 jaar staat hij er gewoon nog. Het is een product wat eigenlijk niet verloren gaat. En als mensen nu meer willen weten over jullie, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze altijd op de website kijken. www.vandenbroekart.nl Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.